Hallo lieve mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een soort 2-in-1 video voor je. Ik heb namelijk een DIY en een giveaway. Ik ga aan de slag met krimpfolie. Daar heb ik zelf nog nooit eerder mee gewerkt. Ik heb wel eens in het verleden krimpfolie creaties van jullie gekregen. Maar zelf heb ik daar dus nog nooit mee gewerkt. En ik heb een extra pak voor de giveaway. Dus als je ook aan de slag wil met krimpfolie, blijf dan kijken. Aan het einde van de video geef ik een pak krimpfolie weg. Je kunt er heel veel leuke dingen mee maken. Je kunt bijvoorbeeld sleutelhangers maken. Je zou zelfs oorbellen ermee kunnen maken. Of misschien een leuk embleem wat je op een speldje kan lijmen. Krimpfolie is een soort, of shrink plastic zoals de verpakking zegt, is eigenlijk een soort plastic waar je op kunt tekenen. En wat je vervolgens een paar minuten op 150 graden afbakt in de oven. En dan wordt het kleiner, maar ook harder. Het wordt steviger. En dan heb je dus iets leuks zoals bijvoorbeeld een sleutelhanger. Voordat we verder gaan nog even een shout-out naar Craftbird, want zij hebben ervoor gezorgd dat ik vandaag aan de slag kan met deze krimpfolie en dat ik dus ook een pakket aan jullie weg kan geven. Dus dankjewel Craftbird. En zoals ik al zei, ik heb dus nog nooit eerder met krimpfolie gewerkt. Dit is van Fasen Creatief. Kun je dus ook vinden op de website van Craftbird. Of Fasen Creative moet ik denk ik zeggen. Er staan instructies op de achterkant, maar ik heb bijvoorbeeld wel gezien dat er staat dat je een permanent marker moet gebruiken. Maar ik zie ook dat ze zelf Ecoline brush pens gebruiken. En ik dacht dat een permanent marker altijd alcoholbasis was. En een Ecoline brush pen is dat niet. Maar misschien heb ik het ook wel mis. We gaan het gewoon allemaal uitproberen. Mocht je hier nou zelf mee aan de slag gaan, op de achterkant staat ook de gebruiksaanwijzing in diverse talen en ook in het Nederlands. Dus mocht je denken hoe werkt het ook alweer, dan staat het ook op de verpakking. Je hebt hier dus een aantal dingen voor nodig. Het krimpfolie, permanente markers of in ieder geval watervaste stiften en een oven. Dit kan niet in de magnetron. Ik pak gewoon zo'n vel uit de verpakking. En het valt me meteen op dat hij een gladde kant heeft en een wat stroevere kant. Ik geloof dat ik gelezen heb dat je de stroeve kant moet gebruiken, maar ik ga het nog even opzoeken. Volgens mij heb ik dat hier namelijk niet zien staan. Ik heb het nog even opgezocht en het eerste wat ik kan vinden is dat je de ruwe kant naar boven moet doen. Dus dat is wat we dan maar doen. Ik kon het dus niet op de verpakking vinden. Maar er zijn best wel veel video's en blogs te vinden over krimpfolie. Dus mocht je over iets twijfelen, dan kun je gerust even googlen. Ik ga allereerst gewoon zelf iets tekenen. Ik zag ook heel veel tips voorbij komen met dat je stempels kunt gebruiken. Dat is ook een heel leuk idee. Maar wat je maakt, het krimpt. En het is een beetje afhankelijk van wat voor soort krimpfolie je gebruikt. Bij de krimpfolie die ik vandaag gebruik, is je uiteindelijke ontwerp, als je uit de oven komt, ongeveer 7 keer kleiner. Dus maak niet te kleine tekeningen en gebruik dan ook niet te kleine stempels. En dit was ongeveer de grootste stempel die je kon vinden, dus vandaar dat ik deze even heb gepakt. Maar ik ga gewoon allereerst zelf iets tekenen en het leek me leuk om een donut te maken. Dus laten we dat maar doen. Daarvoor teken ik een rondje. Ik had er ook iets ronds onder kunnen liggen, zodat ik makkelijk de vorm kon overtrekken. Dat heb ik nu niet gedaan. Dit is ook goed gekomen zo. Ik maak ook in het midden een rondje. Ik denk niet dat ik die uit ga knippen. En dan leg ik mijn zwart stift even weg. En pak ik een roze voor het glazuur. En ik doe dat altijd een beetje in een soort wiebelende beweging als ik een donut maak. Omdat glazuur natuurlijk nooit helemaal perfect mooi op die donut ligt. Voordat ik verder ga kleuren met die roze, ga ik wat sprinkles maken. En dat doe ik onder andere met blauw. En weet je wat? Ik ga hier even een wit papiertje onder leggen, want dan kun je wat beter zien wat ik aan het doen ben. Kijk, zo zie je het wat beter. Ik was dus die sprinkles aan het maken met blauw en eigenlijk maak ik gewoon een soort kleine rechthoekjes. En ik denk dat ik zo meteen ook nog even met geel een aantal sprinkles ga maken. Ik heb ook het vermoeden, omdat je tekening straks natuurlijk kleiner wordt, dat de kleuren ook wat intenser zullen worden. Dus ze zijn misschien nu nog een beetje vaal of licht. Maar omdat het dus krimpt en alle kleur dichter op elkaar komt, denk ik dat ze dus straks ja, wat donkerder of wat intenser van kleur zullen zijn. Maar ook dat gaan we zien. Het is maar een vermoeden. Nu ik mijn sprinkles heb gemaakt, ga ik verder met mijn roze stift. Ik moet dus een beetje om die sprinkles heen werken. Misschien had ik het ook in een andere volgorde kunnen doen, maar ik was bang dat je ze er niet meer overheen zou zien. Dus vandaar dat ik het op deze manier doe. Het is misschien makkelijker als ik ze eerst een omlijning geef. Dan weet ik zeker dat ik er niet per ongeluk doorheen kleur. Ik ben ook heel benieuwd of jij alles iets met krimpfolie hebt gemaakt. En zo ja, wat heb je dan gemaakt? Zoals ik in het begin al zei, dit is echt mijn eerste keer, dus ik pruts maar wat. Misschien werkt dit ontwerp ook wel helemaal niet. We gaan het allemaal zien. Dat is ook het leuke van nieuw materiaal uitproberen.
Het is ja, letterlijk uitproberen. Gewoon testen wat werkt wel, wat werkt niet. Wat pakt leuk uit, wat pakt minder leuk uit. En ik vind dat ook heel leuk om te doen. Gewoon nieuwe dingen proberen en nieuwe dingen uittesten. Voor het D-gedeelte van mijn donut gebruik ik deze bruine stift. Ik denk wel dat ik hem eigenlijk iets te donker vind. Maar qua deze Sharpie kleuren heb ik niet iets wat lichter is. Dus we moeten het hiermee doen. En wie weet is het misschien wel een chocoladedonut. Oh, tot nu toe vind ik de kleur wel wat lichter uitpakken dan ik had verwacht. Dus misschien valt het wel mee. Mijn donut is af, dus ik ga hem uitknippen. Daarvoor pak ik gewoon een normale hobbyschaar die ik eigenlijk voor al mijn projecten zou gebruiken. Ik heb als tip gezien dat je moet proberen een beetje in het midden van je schaar te knippen en niet te veel met de punt. Omdat het materiaal van de krimpfolie dan zou kunnen splijten. Ik weet niet of dat voor deze krimpfolie ook geldt. Maar die tip zag ik voorbij komen, dus ik dacht ik deel hem ook met jullie. Het maakt wel echt een heel maf geluid als je zo knipt. Ik probeer mijn tekening niet te veel aan te raken. Waarschijnlijk zijn alle kleuren al wel droog. Maar voor het geval dat het niet zo is, ben ik een beetje voorzichtig. Ik wil niet dat mijn kleuren afgeven of door elkaar lopen. Ik heb begrepen dat als je er een gat in wil maken om er bijvoorbeeld een sleutelhangerhaakje doorheen te steken, dat je dat moet doen voordat je hem in de oven stopt. Dus ik heb hier een perforator. Ik heb niet echt een kleinere pons voor gaatjes. Dus ik gebruik deze gewoon. En daar houd ik hem onder. En nu heb ik een gat in mijn donut. Deze is nu klaar, dus die leg ik even hier neer. En dan gaan we verder met nog een ontwerp. Want eentje, dat is natuurlijk wel heel weinig. En ik zag die leuke placemat liggen die ik hier gebruik. Dus ik haal even mijn papier weer weg. En dan gaan we eens een van die bladeren overtrekken. Ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Ik gebruik deze kleur, is niet helemaal de juiste kleur. Maar ik vond het wel leuk. Oh, of misschien doen we twee verschillende kleuren, zoals het blad zelf ook heeft. Dat is ook wel een leuk idee. Het is wel een lastige vorm om uit te knippen, dus ik weet ook niet of ik hem helemaal precies ga uitknippen. Hiermee wil ik je laten zien dat je dus heel makkelijk iets onder je krimpfolie kunt leggen, waardoor je het makkelijk kunt overtrekken en kunt inkleuren. En ik doe dit nu met die placemat, maar dat kan natuurlijk ook met een plaatje wat je heel mooi vindt, of iets uit een tijdschrift, of misschien wel een mooi geschreven of gehandletterde quote. Ik ben dus heel benieuwd hoe alle kleuren straks uitpakken als ze uit de oven komen. Voor de andere helft gebruik ik een hele lichtgroene kleur. Ik ben benieuwd of dat ook veel verschil zal maken straks. Zo, ook mijn blad ga ik nu uitknippen. En ik ga niet in alle kiertjes knippen, want die worden als het goed is gewoon doorzichtig als ik hem zo in de oven stop. Maar de vorm van het blad zelf, die knip ik wel uit. Voor mijn laatste creatie gebruik ik deze stempel. En hij past gelukkig nog precies hier in deze hoek, dus ik hoef geen materiaal te verspillen. Dus dat vind ik heel fijn. En daarna stop ik ze alle drie in de oven. Ik heb hier zwarte inkt en ik weet niet zeker of deze geschikt is, dus dat moeten we gaan zien. Ik weet wel dat de inkt van dit merk, dat ze dit ook hebben gebruikt en dat dat dus werkt. Alleen hier heb ik geen zwart van. Maar ik wil het dus met zwarte inkt proberen, dus dat is wat ik ga doen. Ik stempel mijn stempel. Hoe noem je dat? Ik zorg ervoor dat mijn hele stempel voorzien is van een laagje inkt. En dan druk ik hem af. Zorg ervoor met stempels dat je goed overal druk op uitoefent, zodat je zeker weet dat de hele afbeelding mooi afgedrukt wordt. En als het goed is, hebben we bijna de hele afbeelding. Net niet helemaal. Ik doe voor jullie er weer even dat stukje witte papier onder. Dan kun je goed met me meekijken wat ik aan het doen ben. De stukjes die niet helemaal dekken, die ga ik gewoon een klein beetje bijtekenen met de punt van mijn stift. Dat is een gedeelte van deze strik. Zo. En hierboven. En hier nog een beetje. Ik vind het effect ook wel grappig dat hij niet helemaal perfect is. Hier ga ik verder geen kleur meer aan toevoegen. Dus ook deze knip ik uit. En ik laat een klein randje wit eromheen, om het zo te noemen. Dus ik knip niet op de zwarte lijn, maar er, nou, 2 mm vanaf, zoiets. En in deze afbeelding ga ik expres geen gaatje maken. Dan kunnen we ook even kijken hoe dat uitpakt. Nu mogen ze de oven in op 150 graden. Maar als jij met andere krimpfolie werkt, kijk dan even goed wat er bij jou op de verpakking staat. Voor de krimpfolie die ik gebruik en die ik weggeef in de giveaway, mogen ze dus 2 tot 3 minuten op 150 graden op een stukje bakpapier of op aluminiumfolie op een bakplaat. Hier gaan we!
zien ze eruit als ze 2 minuten in de oven zijn geweest. Ze zijn echt een stuk kleiner geworden. Dat blad, dat was echt ongeveer zo groot. Nu niet meer. Ik vind het wel echt heel grappig om te zien. En ik begreep ook dat als ze te veel buigen, ze kunnen dus een beetje krom gaan trekken door de warmte, kun je er nog met aluminiumfolie of met bakpapier een klein beetje op drukken zolang het nog warm is. En dan buig je het weer een beetje terug. Maar wees dus wel voorzichtig, het is warm. Ik vind het echt heel grappig om te zien. Ja, het moet natuurlijk nog even afkoelen. Heel voorzichtig even gevoeld. Ze zijn inmiddels een beetje afgekoeld en dit is dus hoe het eruit ziet. En dat gaatje, dat zit er nog steeds goed in. Ik heb bijvoorbeeld zo'n hangertje als deze. En ik denk dat je daarmee dus wel een leuke sleutelhanger kan maken. Laten we het meteen even proberen. Ja, dat werkt prima. Wat leuk, dan heb je gewoon je zelfgemaakte donut aan je sleutelbos hangen. En ook de kleuren, die zijn eigenlijk best wel hetzelfde gebleven als hoe ze er voor de oven uitzagen. Dus dat vind ik ook wel tof. Wat me wel opvalt is dat die stempel die we hebben gebruikt met de inkt op waterbasis, dat die nogal afgeeft. Dus dat raad ik je niet zo aan, maar deze die geeft eigenlijk helemaal niet af. Dus dat werkt prima. Die van mij die zijn een heel klein beetje krom. Als je dus wil dat ze echt volledig plat zijn, dan kun je dus met bakpapier of aluminiumfolie er voorzichtig een beetje tegen aandrukken. Als ze nog warm zijn, dan buig je ze terug. Als ze eenmaal uit de oven komen en ze zijn afgekoeld, dan kun je ze niet nog een keer verwarmen. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Echt heel grappig om te zien. Zoals je misschien ook wel hoort, is het echt hard plastic geworden. Echt heel leuk om te zien. En even ter vergelijking, dit was hem. En dit is hem. Dat was mijn poging tot knutselen met krimfolie. Maar ik heb dus ook een giveaway voor je. Wil je zelf aan de slag met krimfolie? Dan kan je dus meedoen aan deze giveaway. En dan maak je kans op een pak met 4 van die vellen krimfolie. Wat moet je daarvoor doen? Volg mij hier op YouTube, abonneer op mijn kanaal en laat in een comment weten dat je meedoet en ook wat je ermee zou maken. Daarnaast zou ik het heel tof vinden als je Craftbeurt en mij zou volgen op Instagram. En als je Craftbeurt dan volgt, doe ze even de groetjes van me. De winactie is een week open, dus op 15 april maak ik de winnaar bekend. Dat doe ik in de beschrijving van deze video en ook in de comments van deze video. Het heeft dus geen zin om me van tevoren te vragen of de winnaar al bekend is. Dat zal hier komen te staan. Als het hier nog niet staat, is de winnaar gewoon nog niet bekend. Voor nu wil ik je weer bedanken voor het kijken. Heel gezellig dat je er weer bij was. Ik zie je graag dit weekend weer terug voor nieuwe video's. Misschien bij een livestream binnenkort. En wil je niks missen? Abonneren op mijn kanaal is gratis. En dus ook een vereiste als je meedoet aan een giveaway. En dan mis je dus geen enkele video van mij. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel. Doei!